Moni Fadjou, een van onze topatleten, zij is ook uh, druk bezig uh, in shape te blijven. Rekordhouder op stap springen en we zijn een kijkje gaan nemen uh, hoe zij bezig is en uh, zich fit probeert te houden. Um, het is zo dat wij een doel hebben. En je weet, als je niet traint kan je jouw doel niet bereiken, dus we motiveren onszelf gewoon om te trainen om ons doel te bereiken. Ja, dus dat is het. En hoe lang ben je al bezig met uh, de trainingen? Ik ben precies vier jaar bezig met atletiek. Ja. Okay. Maar gezien uh, de huidige situatie in betrekking tot COVID-19, hoe lang ben je al ja, weer actief als atleet? Want je was een tijdje gestopt heb ik begrepen. Eén maand. Uh -huh. Ja, we zijn één maand weer actief bezig. Um, we konden voorlopig niet naar Sousa komen omdat die... De politie telkens naar hier kwamen en ze zeiden van dat we niet mochten trainen en dergelijke. Dus we zijn precies één maand actief nu. Vertel eens een beetje over je carrière. Nou, ik ben begonnen als een meisje, een klein meisje, te ja. Yeah. En mijn doel was sowieso om naar het buitenland te gaan. Ik heb niet lang getraind en ik was meteen gekwalificeerd voor de consider Games in Paraguay. Mm -hmm. Mijn coach die mij altijd motiveerde en zei van dat ik het kan. Oké, okay, ik trainde verder en ik zag van dat ik beter. Dus hoe moet ik het Ik begon beter te springen. En ik begon betere prestaties te leveren. En ja, zo begon ik netwerkelijk internationaal, zowel nationaal als kampioen. Ja. En vertel eens een beetje voor je, de, de onderdelen waarin jij gespecialiseerd bent. Um, Hingstap en verspringen. Maar verspringen doe ik alleen nationaal. Um, Hingstap doe ik internationaal. Ja. En um, je hebt ook meegedaan aan de Carifta Games, um, ik denk vorig jaar dacht ik. Um, hoe was dat toernooi voor jou? Nou, het was... Hoe moet ik het zeggen? <laughs> het was een moeilijke toernooi voor mij, maar... Ik had een doel. Ik dacht van... Als je gekwalificeerd bent om naar daar te gaan... moet je sowieso wat terugbrengen van je land. Want ze hebben voor jou gekozen, ze geloven in jou. Dus dan moet je sowieso wat voor ze doen. Het was echt moeilijk. Met mijn laatste sprong heb ik bronsplek behaald. Ja, en... Ja, daar was, had ik een sprong van 12 meter 46. Ja. En, uh, vertel eens over een van je hoogtepunten. Je bent ook recordhouder. Vertel eens meer daarover. Nou, het is zo dat mijn me, me persoon best 12 meter 60 is. Ja, en dat ik recordhouder ben van Hinkstapspringen in Suriname. Nou, het motiveert je. Als je ergens gaat, noemt men je, men je meestal recordhouder of men gaat zeggen Joe. Dat motiveert het jou om gewoon door te trainen. Dus, het is gewoon een motivatie van mij. Ja. En uh, we zitten nu in de tijd van COVID-19. Um, ja, wat zijn jouw plannen voor de rest van het jaar uh, met betrekking tot atletiek en ook je persoonlijke doelen? Nou, mijn, mijn doelen. Dus, ik wil doortrainen, dat is sowieso ik ga doortrainen. En ja, sowieso ook focussen op mijn studie. Ja, ik zit nu te toe, dus daar moet je ook focussen op de school en zowel je training. Maar ik denk wel dat het gaat lukken. <laughs> ja, dus maar vanwege het COVID kunnen we niet zo optimaal trainen, maar we doen ons best wel. Ja, ons dieet moeten we sowieso houden. En ja, het gaat wel lukken. Volgend jaar hebben we week Athletic. Ja, wat is jouw streven richting dat toernooi? Nou, trainen. Ja, trainen en om te kwalificeren voor de WK, maar als het niet lukt, dan gaan we dan voor een ander toernooi, maar ons doel is WK. Even mijn fantasie nog wat bij te voegen voor jonge atleten of mensen die nog niet meedoen aan een bepaalde tak van sport. Hoe hoe je ze motiveren om toch te gaan sporten? Nou, wat ik zou wil zeggen is sport is gezond, het houdt je fit. En dat heet dan ieder, maar het helpt je ook te concentreren op sommige dingen waarbij je niet hoeft te focussen op andere dingen. Je kan gewoon in de middaguren komen trainen. En daar hoef je niet te gaan ergeren met andere dingen. Daar focus je gewoon op iets. Daar heb je iets waarop je moet focussen. Ja, dus dat heb ik te. Ja.